Steven, je vertrok op een jonge leeftijd Amsterdam om naar PSV te gaan. Was het lastig om ver van huis te gaan spelen? Nou, niet echt lastig. Omdat mijn ouders hebben me altijd gesteund en in de weg gebracht. Dus het was wel goed te doen. Maar die nieuwe omgeving, hoe was dat in eerste instantie? Ja, was wel verwennen natuurlijk. Ik kom natuurlijk in een andere stad, andere mensen. Maar ik ben goed opgevangen. Je was nog best wel jong. Werd er naast het voetbal ook veel aandacht besteed aan je leven buiten het veld? Nou, veel meer. Daar heb je gewoon je ouders voor natuurlijk. Maar ja, als je met dingen zit, kan je altijd wel bij de trainers terecht. Maar ik heb daar niet echt problemen mee gehad. Nadat je met Oranje onder 17 de finale van het EK haalde in 2014, was er ook best wel veel interesse. Heb je wel serieus overwogen om te vertrekken? Bij PSV? Ja. Nee, eigenlijk niet. Ik was nog heel jong. En ik wilde gewoon hier eigenlijk altijd het eerste halen. Dus eigenlijk niet. Was dat een lastige fase? Want op een gegeven moment kwam je even bij. En dan kreeg je wat minuten. En toen moest je toch ook best wel weer lang wachten voordat je definitief bij de eerste kwam. Ja, zeker. Natuurlijk wel. Dan wel niet spelen. Dan weer wel. Dan met jong. Was wel lastig af en toe. Maar ja, je moet gewoon geduld hebben. En ja, dat had ik. Hadden zij ook een soort pad voor je uitgestippeld? Dan zeiden we gaan het zo aanpakken en zo gaan we doen? Ja, zeker. Zeker. Gewoon langzaam brengen. En ja, uiteindelijk moet je het zelf doen. Heb je het idee dat er bij PSV ook echt de focus ligt op de eigen jeugd naar het eerste elftal brengen? Ja, ja, zeker weten. Ik denk dat er toch wel veel jongens vanuit de jeugd nu hier in het eerste zijn. Ze willen met heel veel jonge jongens, dus ja, dat kan je wel zeggen. Hoe is je relatie met Mark van Bommel? Goed. Wat zijn zijn specifieke kwaliteiten? Even kijken. Ja, de trainer is, moet ik zeggen, soms. Ja, even kijken hoe moet ik het overbrengen. Het lijkt me was hij soms een van ons. Dus hij weet gewoon hoe wij denken, zeg maar. Hij is natuurlijk ook voetballer geweest. Ja. Scheelt dat? Ja, zeker weten. Het is gewoon in de omgang. Gewoon goed. Yes, he's developing almost every thing in this game. And that is also good. He's mentally a strong guy. He has a good family. He's not a crazy player. So he knows what he wants. And of course he can develop every part of the game, but he's doing well. Ja, want bij PSV hebben natuurlijk heel veel trainers lopen die zelf heel hoog gevoetbald hebben. Is dat ook brengt dat wat extra's voor jullie? Ja, sowieso. Vooral als je zo'n carrière achter de rug hebt. En die trainer weet wel waar hij over praat. Heb je veel geleerd van Ruud van Nistelrooy? Ja, ja, zeker. Ik heb wel, in de A1 was hij er geloof ik ook bij ons en vorig seizoen af en toe weer. Ja, toch wel wat met afwerken vooral. En wat zijn dingen waar je met hem dan over praat, zeg maar? Ja, gewoon, dat is niet echt specifiek iets, maar het is gewoon bepaalde situaties trainen en gewoon hele kleine dingetjes. But I think he's showing a great development over the last 3 years. He's playing more and more minutes every season. Now he's playing everything, and he's very decisive in goals and assists, and also in his personality, very strong character. So, you know, he's definitely one of with a great potential here. Toen jij zelf jong was, wat waren dan toen spelers waar je tegenop keek? Messi, Ronaldo. Dat bekende namen. Ja. Heb je nog veel contact met Memphis? Ja, ja, zeker. Niet, ze noemen jou ook wel een beetje de nieuwe Memphis bij PSV. Hè? Ja, ik heb het vaak gehoord, maar... Hoe kijk je ernaar? Vind je dat irritant? Nee, eigenlijk niet. Memphis is gewoon fantastisch spelen. Dus ja, het is wel mooi als mensen dat zeggen. Zou jij ook zo'n stap maken naar een club als Manchester United? Of heb je iets in je hoofd, zeg maar? Nou, Manchester United is een mooie club, zeker. Dus ja. Je hebt Memphis natuurlijk heel lang van dichtbij meegemaakt. Heb je het idee dat zo'n Bergwijn bijvoorbeeld nu op hetzelfde punt is als waar Depay was toen hij vertrok? Ja, ik denk dat je dat moeilijk kan vergelijken. Maar Steven heeft ook Champions League voetbal meegemaakt, ook kampioen geworden, belangrijk voor PSV. Dus in dat opzicht ja, en Steven heeft ook veel kwaliteiten. Maar ik vind het moeilijk om spelers echt met elkaar te vergelijken. Het zijn toch andere jongens. Want vorig jaar vind ik nog even bijgetekend, maar deze zomer moet het toch een beetje gaan gebeuren, toch? Nou ja, ik ben pas 21, ik heb geen haast. En er moet gewoon iets goeds komen met een goed plan. En zo niet ben ik hier gewoon prima op mijn plek. Heb je het gevoel dat je er klaar voor bent? Ja, mocht er iets komen, dan ben ik er wel klaar voor. Ja.
Ja, over Bergwijn gesproken. Hoe kijk je naar zijn ontwikkeling? Dat is ook mooi. Ik vind het mooi dat ik nu met hem in de kleedkamer zit. Je hoort natuurlijk ook de speculaties over hem. En ik herken nog dat ik altijd wedstrijden bij hem keek in de A1. En dan speelde ik mijn wedstrijden en dan ging ik bij de A1 kijken. En dat hij nu een mooie transfer kan maken. En hier een grote man is. Hoe ver denk je dat hij het kan schoppen? Ja, heel ver. Steven heeft veel kwaliteit. Hè. Zijn de beste bij PSV op dit moment? Ik zelf vind het natuurlijk heel leuk om naar Steven te kijken. Ernest Faber zei gisteren 21 jaar, dat is een beetje de leeftijd waar we nu op focussen. Ik sprak net met Mark van Bommel, die zei ik was 28 toen ik vertrok. Dat is een beetje het andere uiterste. Maar die zei wel, ja, misschien had ik eigenlijk wel eerder een stapje moeten maken. Ja, zeker. En ik denk ook gewoon als je bij een nieuwe club komt, misschien een betere club, dan je gaat automatisch in het trainingsniveau mee. Dus het is niet een kwestie van klaar ervoor zijn, maar gewoon... ik weet gewoon wat ik kan, dus ik heb eigenlijk altijd al gezegd dat ik profvoetballer zou worden. Ja? Ja. Heb geen twijfel gehad? Nee. Wat moet jij nog doen om absoluut de wereldtop te worden? En nog constanter worden. Ja, ik zou toch wel de Champions League willen winnen. WK, EK. Een hele pakket.